heb een melkveebedrijf in Sint-Antonis. Ik woon hier samen met Monique en twee zoontjes. Ik doe het bedrijf samen met mijn ouders in de VOF. En wij melken hier momenteel ruim 120 melkkoeien. De productie is ongeveer een 11.000 liter met 4,50 vet en 3,60 eiwit. Bij het bedrijf wordt ook nog een 45 hectare grond, waarvan 80% gras en de rest is mais. En voor de mais werken we ook nog veel samen met een buurman die akkerbouwer is, die aardappels teelt bij ons en waarbij wij dan mais terugkrijgen. En zo proberen wij het bedrijf hier rond te zetten. De koeien gaan bij ons 6 weken droog, fase probeer ik 8 weken droog te zetten. De droog zetten wil ik wel liefst doen bij max 15, liefst nog minder melk onder de koeien. En dat is wel een uitdaging bij hoge productie om die melk eronder weg te krijgen. Op de robot krijgen ze daarom al de laatste 2 weken voor het droogzetmoment krijgen ze geen brok meer. Maar dat is niet altijd genoeg om de melk er helemaal onder weg te krijgen. Dus daarom kan ik ook de koeien de laatste week voor het droogzetten apart zetten in de separatieruimte. Dan krijgen ze dan al droogstandsrantsoen. En dan probeer ik, als dat nog niet genoeg is, een keer minder vaak melken of eventueel nog alleen op hooi zetten, hooi en water, om de melk eronder weg te krijgen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere, dat is wel een uitdaging, maar op die manier probeer ik het toch wel voor elkaar te krijgen. En als ik ze dan droog zet, ik gebruik eigenlijk niet zo heel veel antibiotica meer. Ik denk dat nog een 20% met antibiotica droog gezet wordt. En de rest gaat, en alles gaat met een sealer. En dan vervolgens de spenen dippen en dan komen ze hier bij de droge koeien. De koeien staan gehuisvest in de oude lichtboxenstal. En die hebben we toen de droge koeien, na de nieuwbouw van de stal, hebben we hier deze ook onder handen genomen. We hebben de boksen verruimd, nieuwe boksen ingezet op 1,25 meter en met een kartelschofboom. Gewoon om de koeien meer ruimte te geven. Om rustig te kunnen liggen. We hebben ook een extra doorsteek gemaakt, dat ze ook gemakkelijk naar het voerrek kunnen komen. En extra drinkwaterpunten. Voor de laatste week voor afkalven, dan kunnen ze nog in een groot strohok. Die we ook in deze stal hebben geweten te creëren. Dat werkt ook super, een groot strohok voor het afkalven. Het rantsoen van een droge koeien bestaat hoofdzakelijk uit snijmais, kelgras, aangevuld met graszaadhooi. En de graszaadhooi, daar doen we erbij om de energiedichtheid te drukken, zodat de koeien niet groeien in de droogstand. En verder wel een smakelijk rantsoen uit het voerrek te houden, dat de koeien er voldoende van opnemen. Dus dat ze altijd wel goed gevuld staan.